Goedenavond allemaal, mijn naam is Earl Kerrijech. Ik ben Community Manager voor Skyworld Community. Dit doe ik voor Nederland en België. En ik probeer er eigenlijk voor te zorgen dat de informatie die vanuit het fonds wordt gedeeld of vanuit Unitsky String Technologies wordt gedeeld, zo goed en zo kwaad mogelijk met jullie gedeeld kan worden. Zodat jullie het ook kunnen begrijpen, want we zitten op dit moment in de laatste fase en het is zeer belangrijk dat jullie het ook kunnen begrijpen. Zodat jullie ook kunnen volgen en de ontwikkelingen kunnen kunnen zien wat er gaat komen en wat we hebben meegemaakt en waar het naartoe gaat. Ik participeer sinds 2017 in het fantastische project en ik ben eigenlijk de afgelopen periode, nu ruim 7 jaar, met het project meegegroeid en ik heb heel veel gezien en er gaat nog veel meer komen. Maar dat geeft wel eigenlijk, mij persoonlijk heeft het een behoorlijke drive gegeven om de informatie zo goed mogelijk met iedereen te kunnen delen en te willen delen, omdat ik dat gewoon heel belangrijk vind. Daarnaast ben ik officieel spreker voor Skyworld Community. Dit houdt in dat ik op verschillende events zowel online als offline kan en mag spreken. En dat kan ik ook in verschillende talen doen, mocht daar de wens naar zijn. Daarnaast ben ik ook professioneel gebruiker van de applicatie AdvaHunter en daar kom ik later in deze presentatie even heel kort op terug. Skyworld Community en Unitsky String Technologies, hoe zit het nou? Om het heel simpel te behouden, Skyworld Community is een platform die het ons mogelijk maakt om te participeren in het innovatieve transportsysteem van Unitsky String Technologies. Dit doen ze middels een crowdfunding en wij kunnen zelf daarin de keuze maken wat we erin wel of niet willen. Dat kan ik niet voor jullie bepalen, dus dat kunnen jullie geheel zelf bepalen. Maar om het geheel simpel te houden, via Skyworld Community participeer je in het unieke transportsysteem van Unitsky en help je eigenlijk met de keuze die jij daarin maakt, de ontwikkeling van Unitsky String Technologies tot een goed einde te voltooien. We hebben op dit moment nog steeds te maken met een aarde of met een klimaat dat alleen maar warm wordt. Dat is eigenlijk een cyclus die om de zoveel jaar terugkeert. Maar op dit moment is het wel zo dat er wel wat alarmbellen afgaan hier her en der. En dat er ook wel degelijk iets aan gedaan moet worden. Er zijn verschillende innovatieve projecten en producten gelanceerd. Daarvan kunnen we stellen dat het ene wel werkt en dat het andere een goed idee is, maar op een verkeerd continent is geïmplementeerd. En zo kun je de cirkel heel snel rondmaken, want dan kom je uit bij het innovatieve transportsysteem van Unitsky. Anatoly Unitsky is er sinds 1978, medio 1978 moet ik zeggen, mee bezig en hij heeft er 40 jaar over gedaan om te komen waar hij nu is. Dus in al die 40 jaar heeft hij ervoor proberen te zorgen dat zijn visualisaties, zijn visies, met de mensen gedeeld zouden kunnen worden. En hij is eigenlijk gaan kijken, oké, welke partij ziet het dan ook daadwerkelijk zitten in mijn innovatieve transportsysteem. Want ook hij realiseert zich dat het een baanbrekende technologie is, maar dat het ook zeer dat er een science fiction uitziende infrastructuur gerealiseerd moet worden waar wij mensen nog aan moeten wennen. Hoe westelijker je gaat op deze aardbol, hoe onbekender Anatoly Unitsky is, maar hoe oostelijker je komt op deze aardbol, hoe meer bekend Anatoly Unitsky is. Hij heeft verschillende samenwerkingen met de Verenigde Naties, heeft een aantal boeken geschreven, wordt ondersteund door de grootste leiders eigenlijk ter aarde. Ook dat zijn eigenlijk vooral ondersteuningen die achter de schermen plaatsvinden. Maar het zorgt er wel voor dat hij in de afgelopen periode met onze hulp zijn idee heeft kunnen uitwerken. En ervoor heeft kunnen zorgen tot hetgeen wat we nu kennen in de vorm van Unitsky String Technologies. Het is een heel lang traject. Zoals ik net al aangaf, hij is vanaf 1978 begonnen. Wat heeft hij dan gedaan? Daar heeft hij ontwerpen gemaakt, schetsen gemaakt en dat alles heeft hij ook moeten beschermen. Het is heel belangrijk om jezelf te realiseren dat ieder moertje en ieder schroefje wat hij ontwerpt, dat het ook gecertificeerd moet worden, zodat de concurrentie er niet mee vandoor kan. Op het moment dat hij iets ontwerpt en hij certificeert het niet, dan kan de concurrentie bijvoorbeeld uit China er als een haas mee vandoor en dan heeft Anatoly Unitsky met ons het nakijken. Dus alles wat hij heeft ontworpen, zoals de modules, denk hierbij aan de Unibus U4220T10 of andere modules of infrastructuur, denk hierbij aan de Flexible String Rail, dat is allemaal gecertificeerd en gepatenteerd. Dus dat betekent dat de concurrentie er niet mee vandoor kan en dat het is goedgekeurd voor implementatie. Dan rijst natuurlijk ook altijd de vraag, wat maakt nou dat Unitsky String Technologies niet in Europa actief is? Hoe komt dat nu? Want het is zo'n fantastisch idee. Om het heel simpel te behouden en kort te houden. We hebben hier in Europa te maken met overheden en die doen
bij bepaalde fabrikanten concessies. Dit wordt vanuit de Europese Unie wordt dat aangedragen. Dus de overheid heeft wel een bepaalde keuze, maar het zal altijd bij een van de fabrieken moeten zijn die op dit moment treinen zouden kunnen leveren, want daar hebben we het over. Denk je bij aan Stadler of Alstom. Nou, voor nieuwkomer wat Unisci String Technologies is, is er dus geen ruimte. Dus hij moet het echt hebben van particuliere, private instanties. Nou, we mogen onszelf in onze handen wrijven dat de Arabische Emiraten het heeft zien zitten in het innovatieve transportsysteem van Unisci. Dit heeft alles in de stroomversnelling doen laten gaan. En ik realiseer me ook dat een aantal projecten al klaar hadden moeten zijn, maar dat door verschillende tegenwerkingen die Unisci heeft gehad, denk je bij rechtszaken met Siemens of denk rechtszaken met de overheid van Litouwen. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat er een hele hoop vertraging is ontstaan. En op het moment dat daar niet afdoende over wordt gecommuniceerd, dan kan het zo zijn dat mensen de rode draad kwijtraken. Dus wat is mijn functie? Mijn taak is er nu om ervoor te zorgen dat de informatie, ook de informatie uit het verleden, zo goed en zo kwaad mogelijk met jullie gedeeld kan worden. Dat jullie ook kunnen begrijpen en kunnen snappen wat maakt dat het soms iets langer duurt dan gepland. Nou, Unisci is, zoals ik al aangaf, op het oostelijk halfrond een zeer bekend persoon, maar hij krijgt ook langzamerhand steeds meer bekendheid op het westelijk halfrond. Hij is onlangs toegetreden tot de Club van Oudere Engineers en dit certificaat of dit bericht is afgegeven door een Amerikaanse entiteit. Dus dat betekent dat ook in Amerika Anatoly Unisci langzamerhand bekendheid krijgt. En dan gaan we nu langzamerhand naar Unisci String Technologies. Wat is dat? Nou, op de foto zien jullie horizontale dwarsliggers met verticale pilaren. Dus om het even heel simpel te houden, vanaf heden zal ik het horizontale gedeelte de stringrail noemen en de verticale pilaren zal ik intermediate supports noemen. Maar wat direct opvalt is dat alles zich bevindt op het tweede niveau, waardoor je op het eerste niveau veel meer ruimte overhoudt voor mens en natuur, zodat de natuur ook tot zijn oorspronkelijke vorm zou kunnen terugkeren. Nou, Unisci String Technologies kan ervoor zorgen dat er een beter leefklimaat ontstaat voor mens en natuur. Het is een goedkopere manier om te implementeren. Het is een goedkopere manier om van A naar B te reizen. En zo kan ik de lijst alleen maar langer maken en dat zal ik niet doen. En waarom zal ik dat niet doen? Omdat ik dat wel doe, dan zitten we hier straks tot een uurtje of 10. En dat is niet de bedoeling. Ik probeer het zo kort en zo mogelijk goed samen te vatten voor jullie, dat jullie ook kunnen ervaren wat we kunnen gaan verwachten. Maar om dit goed vorm te geven, is het natuurlijk wel belangrijk dat je foto's kunt zien, waarop je kunt zien dat het innovatieve transportsysteem misschien niet compleet nieuw idee is. Want we zien hier op de linkerfoto een Duitse baan in de stad Wuppertal. En dan zien we ook dat er een trambaan zich bevindt op het tweede niveau. Dus dat is niet direct nieuw. Maar wat wel nieuw is, is dat het innovatieve transportsysteem van Anatoly Unisci volledig computergestuurd is. Dus dan heb je geen treinengineers meer nodig of machinisten, maar alles gebeurt volledig automatisch. Nou, het zorgt er dus ook voor dat je belangrijke verkeersknelpunten kunt verlichten. Dus je kunt daar bijvoorbeeld de stadsbussen of de intercities van stedelijk vervoer, kun je daar uithalen, waardoor je dus een doorstroming kunt creëren. Daarnaast wordt Unisci String Technologies heden ten dagen nog steeds vergeleken met kabelbaansystemen. En een kabelbaansysteem is veelal een getrokken systeem, wat wordt voortgetrokken door een motorwiel beneden aan een heuvel en boven aan een heuvel. Denk bijvoorbeeld aan skiliften. En daartussen is een kabel gespannen en aan die kabel hangen gondels. Nou, er wil nog wel eens een skilift ontsporen en dan zijn de gevolgen veelal niet te overzien. Maar hierbij kan ik dus ook weer nadrukkelijk benadrukken dat Unisci String Technologies verre van te vergelijken is met een kabelbaansysteem. Het lijkt er misschien op, maar het is het niet. Op deze foto zien we het innovatieve transportsysteem van Unisci iets beter. Nou, wat direct opvalt is hoge intermediate supports. Dit zijn de intermediate supports op het Ecotechnopark in Belarus. En deze hebben een hoogte van ongeveer 12,5 meter. Dus dat betekent dat ze in de lucht kunnen rijden van A naar B zonder dat wij daar last of hinder van hebben. Daarnaast bevinden zich ook onboord computersystemen aan boord, waarbij er dus bijvoorbeeld voor gezorgd kan worden dat een module altijd van A naar B kan komen. Zijn er motorwielen die een probleem hebben, dan zijn er altijd extra motorwielen aan boord die ervoor kunnen zorgen dat de modules toch kunnen blijven rijden. Daarnaast zijn de modules ook zelfsturend en zelfdenkend door middel van artificial intelligence, waardoor ze dus alles zelf kunnen inschatten en ervoor kunnen zorgen dat mensen op een veilige manier van A naar B kunnen komen. Dit is een 2D-oppervlak van ons aardoppervlak.
En dit is hoe onze aarde er dus in de doorsnede uitziet. En dan zie je dat het zich, dat, ik kom er even niet uit, maar dat het uit dalen en uit heuvels, dat het uit dalen en uit heuvels bestaat. Op het moment dat wij mensen iets willen gaan bouwen, dan moeten wij de grond egaliseren. En wat je dan ziet gebeuren is dat dieren die in een bepaald leefgebied leven, letterlijk en figuurlijk in het gedrang komen. Maar wij mensen hebben dat nou eenmaal nodig, dat is ons zo aangeleerd. Dus dan doen we dat ook. En dan zie je dat op dit moment dan een fundering op moet komen. En die fundering neemt ook altijd veel meer ruimte in beslag dan eigenlijk effectief nodig is. Uiteindelijk komt er een doorsnede van een spoorconstruct op, dus dat is het bovenste gedeelte. En dan zie je dat er een soort drietrapsraket ontstaat, waarbij er dus heel veel ruimte in beslag is genomen voor de egalisatie. Iets minder ruimte voor de fundering en uiteindelijk het spoorconstruct gebouwd kan worden. Dus ja, dat is in mijn inziens toch te veel ruimte wat je nodig hebt voor iets effectiefs te kunnen bouwen. Als we dat nu gaan vergelijken, dan zien we op de onderste foto linksonder op jullie sheet de intermediate supports die verticaal worden geplaatst en daartussen wordt een schringrail gespannen. Maar wat direct opvalt is dat er veel meer ruimte overblijft voor ons aardoppervlak en dus voor de natuur en voor de dieren die dus leven in een bepaald leefgebied. De intermediate supports kunnen op verschillende spanwijdtes van elkaar worden gebouwd. Denk hierbij aan spanwijdtes van 200 meter, 40 meter of zoals in de Emiraten nu wordt getest 288 meter. Daarnaast wordt er ook getest op het anti-derailment systeem en dat is het ontsporingssysteem. Dat zien we in het blauwe kadertje op jullie sheet. En dat is een zeer belangrijk systeem. Dit is het systeem wat zich bevindt onder de witte kappen. En dit zorgt ervoor dat de modules eigenlijk niet kunnen ontsporen. Aan de rechterkant van de sheet zien jullie de doorsnede van de stringrail. En dan zie je kunnen jullie zien hoe dat is opgebouwd. Dan zie je dat het bij elkaar wordt gehouden door de behuizing. De stevigheid is een milieuvriendelijk opvulmateriaal. En we zien dan de 6 getwiste snaren aan de binnenkant zitten. En dat alles wordt afgedekt door de railbedding. En dat is ook het punt waar Unitsky String Technologies een hele hoop jaar garantie op afgeeft. De modules kunnen ook op een interval van 2 seconden achter elkaar rijden. Dit zal in de toekomst echt plaats gaan vinden. Maar op dit moment zit er iets meer ruimte tussen. Zodat ze dat ook kunnen gaan testen. En zodat ze straks ook hun woord kunnen garanderen. Want ook hier weer, het is van belang dat alles wat Unitsky nu doet met zijn team van engineers, dat het ook klopt. Ze krijgen maar één kans en ze kunnen maar één keer de markt betreden. En dat moet goed zijn. Want op het moment dat het niet zo is, dan is het bedrijf kanonnenvoer voor de haaien. En ja, dan is het... De elend niet te overzien. Op deze foto zien we een doorsnede van een enkel support. En een enkel support is kort samengevat een station. Alles van Unitsky bevindt zich op het tweede niveau. Dus de modules hoeven niet van het tweede niveau naar het eerste niveau te komen. Dit gebeurt overigens wel in de testparken. Maar daarvoor zijn het ook testparken. Maar in de nabije toekomst zul je zien dat alles zich op het tweede niveau bevindt. En dat alles ook op het tweede niveau plaatsvindt. Dus dat betekent dat je meer ruimte overhoudt op de bestaande wegen. Dat betekent ook dat je CO2 kunt besparen, uitstootgassen kunt besparen, want je haalt de vervuilende bussen, voor zover die er nog rijden, maar in heel veel steden buiten Nederland en België rijden ze nog. Die haal je ook hiermee van de weg. Dan rijst ook altijd veelal de vraag van hoe staat het nu met de ontwikkeling van de drone, want die is toch gepresenteerd op het Ecofest van 2018. Ja, dat is zeer correct. Die is gepresenteerd op het Ecofest van 2018 en sindsdien is hij ook volop in ontwikkeling. Hij kan op dit moment een laadvermogen tillen van 750 kilo en de bedoeling is dat hij 1,5 ton gaat kunnen tillen. En dat is 1500 kilo. Op het moment dat dat gebeurt en wordt gerealiseerd, wordt hij ook direct ingezet voor commerciële doeleinden. We hebben 3 soorten verschillende typen stringrail. We hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules er aan hangen. We hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules er zowel aan hangen als bovenlangs aan rijden. Zeer efficiënt, want hiermee kun je bijvoorbeeld passagiers- en goederenvervoer op 1 stringrail combineren. En we hebben een flexible stringrail en het woord flexible zegt het al. Dat is een gebogen spoorconstruct waarbij de intermediate supports altijd hoger zijn dan het diepste punt. Door middel van staal op staalwrijving komt er ook energie vrij en die energie kan ook worden opgevangen in een van de verschillende accu's die de modules met zich meedragen. Die opgewekte energie kan ook weer gebruikt worden voor de modules zelf of eventueel af worden gestaan voor net gelang waar de vraag naar is. Daarnaast kunnen ze ook de stringrail zelf zo ontwerpen dat ze er ook zonnepanelen in kunnen plaatsen, zodat je ook geen zonnepanelen meer op het dak hoeft te leggen van huizen. Dus dat is ook weer een efficiëntere manier om ruimte efficiënt te benutten. De aerodynamica is ook een zeer belangrijk aspect binnen de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. En dit zorgt ervoor dat ze modules kunnen ontworpen die afgeleid zijn door vormen uit de natuur.
die zeer efficiënt zijn en dus ook zeer goed zijn te implementeren. Als we nu kijken naar de modules, of naar de module op, aan de rechterkant, dat is de U-Flash. Dat is de hoogsnelheidsmodule cabine. Dan zien we dat hij zowel voor als achterlangs geen windcirculatie heeft. Als we nu kijken naar de linkerkant, dan zie je dat er een auto rijdt en aan de voorkant valt de windcirculatie mee. Maar aan de achterkant ontstaat er een hele hoop vuile lucht. Die vuile lucht is niet goed, want die zorgt ervoor dat modules die erachter rijden, of die overgestelde richting aankomen rijden, altijd extra energie moeten gebruiken om op snelheid te blijven, omdat er altijd een soort windvlaag ontstaat. Dat zul je ook merken op het moment dat je vrachtwagen inhaalt of een vrachtwagen die jou passeert, dan voel je een soort winddruk. En ja, dat is eigenlijk ook simpel gezegd hier het verhaal. En Unisci heeft dus voor gezorgd, proberen te zorgen dat die winddruk in elke richting, ook hoe je hem zou benutten, dat weggenomen wordt. Nou, dit is de hoge snelheidscabine, dit is de U-Flash. De U-Flash is in 2018 gepresenteerd op de InnoTrans van Berlijn en in 2019 op het Ecofest van Wit-Rusland. En daar is hij aan het grote publiek tentoongesteld, heeft hij ook zijn eerste meters op de testbaan gereden. Echter is het wel zo dat deze module een testbaan nodig heeft van plusminus 25 kilometer lang, omdat hij 10 kilometer nodig heeft om van 0 tot 500 kilometer per uur te accelereren. 10 kilometer is nodig om op zijn topsnelheid te blijven. En 5 kilometer heeft hij nodig om op een ordentelijke manier tot stilstand te komen. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat wanneer jij aan de koffie zit en hij zou de remming inzetten, dat de koffie overal zit behalve in je maag. Dus dat is eigenlijk het verhaal. Op het moment dat er een testbaan wordt gerealiseerd, en dat kan in de Emiraten zijn of in Wit-Rusland, dan zal deze module beginnen aan de testfase. Maar dat zal nog wel een aantal jaren duren. Dit is de volledige rolling stock van Unisci String Technologies. Alle modules, behoudens de U-Flash, hebben een topsnelheid van 150 km per uur. De UniWind is een lichtgewicht module, biedt plaats aan 2 personen. Dan krijgen we de UniBike. Dat is het eerste geteste en gecertificeerde model van Unisci String Technologies. Dit is 2016 gebeurd. En deze biedt plaats aan 2 tot 3 personen en kan zowel automatisch als manual handmatig worden bediend. Als die handmatig wordt bediend, dan moet je dus van A naar B trappen. Dan krijgen we de Unicar U4430 T1 en T3. Eigenlijk compleet identiek, behalve dat er bij de driedubbele cabine plek is voor 18 personen en bij de enkele cabine er plek is voor 6 personen. Dan krijgen we de U-Flash. In deze configuratie biedt hij plaats aan 6 personen en zo wordt hij ook getest. Het is op het moment wel zo dat hij al deels wordt getest, maar hij moet echt 500 km per uur halen en rijden, zodat hij ook door de certificering heen komt. En ze zijn binnen Unisci String Technologies nu volop aan het kijken hoe ze dit zo snel mogelijk kunnen doen, omdat in het oude stageplan dit echt af moest zijn. Maar binnen het nieuwe stageplan, dat ze daar toch even op een andere manier naar willen kijken, zodat het stageplan ook binnen nu en niet al te lange tijd daadwerkelijk gesloten kan worden. Dus op zich is dat een zeer positief teken, dat ze echt gaan kijken naar andere mogelijkheden, zodat ze toch de boel goed kunnen ontwerpen en ontwikkelen. Dan krijgen we de Unibus U4210. Deze heb je ook in verschillende configuraties, verschillende uitvoeringen. De enkele versie biedt plaats aan 12 tot 14 personen en de driedubbele versie biedt plaats aan, zo kun je hem eigenlijk heel simpel optellen, maar ongeveer 40 tot 48 mensen. Iedere keer als er een module bij komt, dan is er ook plek voor een x-aantal personen meer. Hetzelfde geldt voor de Unibus U4220T2. Enkele versie is er plek voor 25 personen en in de driedubbele versie is er plek voor 48 personen. Dus dat is eigenlijk zeer heel efficiënt ontworpen. Dit is de vijfde generatie transportmodules van Unisci String Technologies. En we zien aan de linkerkant de U-Lite. Dat is het nieuwste geteste model. Is ook het model wat klaar wordt gestoomd voor het eerste commerciële project. En we zien aan de rechterkant de U-Carrot. En deze module wordt op dit moment getest in de Verenigde Arabische Emiraten. En zal binnen nu en niet al te lange tijd dat ook in Wit-Rusland gaan doen. Want modules worden op verschillende continenten en in verschillende weersomstandigheden getest. Ook op goederenvervoer is Unisci String Technologies niet stil blijven zitten. Door de afgelopen pandemie is de vraag meer terechtgekomen bij het goederenvervoer dan bij het passagiersvervoer. Dus ze hebben in verschillende efficiënte tempo'en de modules zo weten te ontwerpen dat er een Unicont wordt gelanceerd en dat de Unitruck en Unitrans volledig gecertificeerd zijn. Dus die zijn ook daadwerkelijk klaar om geïmplementeerd te worden. En er is zeer veel belangstelling voor de Unitrans. Denk hierbij aan landen als Kazachstan, landen uit dat soort gebieden. Die hebben hier heel erg veel belang bij, omdat ze op deze manier mijnen kunnen koppelen met havens of andere overslaggebieden.
Nou, de Unicont is op dit moment in ontwerp. En daadwerkelijk in, ja, niet, nog niet in productie, maar wordt wel in elkaar gezet. Hij staat in de assemblagehal. Dit is een hangende module en zowel een staande module. Dus hij wordt op twee verschillende manieren wordt hij ontworpen. Zodra dit het geval is, zal hij ook naar de Emiraten gaan, waar hij zijn testen zal gaan aanvaarden. En dit zal ook voor het testpark in Wit-Rusland het geval zijn. Dit is de U-Light. Nou, zoals ik net al aangaf, deze module wordt klaargemaakt voor het eerste commerciële project. Dat is een traject van plusminus 1125 meter lang. En dit zorgt ervoor dat passagiers, zoals jij en ik, op een hele mooie manier van A naar B vervoerd kunnen worden. Dus dit is echt een commercieel traject. Dan zullen de mensen zeggen die heel kritisch hier naar kijken, ja, maar dit is nog steeds een traject wat zich naast het Ecotechnopark bevindt. Jawel, dat is correct. Maar inmiddels is het wel op grond van Wit-Rusland niet meer buiten het testpark. Dus zal het ook moeten voldoen aan internationale standaarden, waar de meeste, modules van Janicki String Technologies al aan voldoen. Maar ja, je komt nu op een heel ander terrein. En dat is alleen maar heel goed, want dan kunnen ze gewoon rustig de modules gaan testen. En de verwachting is dat binnen nu en niet al te lange tijd deze modules klaar zijn om daadwerkelijk de eerste passagiers van A naar B te vervoeren. Dit alles wordt gedaan door een enthousiast team van plusminus 1000 mensen. Die bedenken het, die ontwerpen samen met Anatoly Nitsky de nieuwste modules en die maken gebruik van de nieuwste technologieën. Nou, dit is een kantoor wat ze inmiddels al een aantal jaren in gebruik hebben, omdat het oude kantoor niet meer voldeed, omdat dit bedrijf achter de schermen gigantisch aan het groeien is. Wij zien niet alles wat er gebeurt achter de schermen, maar achter de schermen gebeurt 95% meer dan wat wij in de gaten hebben. Zodra de modules zijn ontworpen, gaan ze naar de assemblatie en worden ze in de fabriek door de handige handen in elkaar gezet. Nou, dat gebeurt dus in deze fabriek. Deze fabriek is inmiddels ook al een stukje groter geworden, dus dat laat ook alweer zien dat achter de schermen gigantisch hard wordt gewerkt om de eerste commerciële trajecten te kunnen bevoorraden en te kunnen voorzien en ook daadwerkelijk kunnen te implementeren. Als het eenmaal is in elkaar gezet, dan gaat het naar het Ecotechnopark. En het Ecotechnopark is een voormalig militair tankterrein wat Janicki String Technologies heeft weten om te toveren met Anatoly Janicki's gedachtegoed tot een volledig CO2-neutraal, milieuvriendelijk testpark. Alles wat op dit testpark gebeurt is zelfvoorzienend. Gewassen worden getest en gekweekt met de grondverbeteraar in de vorm van de U-Terra. Dat gebeurt ook op het testpark. Er staan ecohuizen die zelfvoorzienend zijn en natuurlijk de stringrail die ook zelfvoorzienend is. En dus overheidsdelegaties kunnen hier een hele goede indruk krijgen van wat er mogelijk is met de nieuwste technologieën. Nou, er wordt ook getest in verschillende weersomstandigheden. Wij hebben te maken met kwakkelwinters en kwakkelzomers. Maar in Azië hebben ze te maken met moezonregens of hele strenge regen of hele strenge winterse buien. En ook op dit alles wordt getest. Ook op het Ecotechnopark in Wit-Rusland wordt er een nieuwe baan aangebouwd. En deze baan is ook bedoeld om modules ook weer extra te kunnen testen. Want klanten hebben straks verschillende vragen. En dus moet je ook van verschillende markten thuis zijn om die vragen te kunnen beantwoorden. En dat antwoord, dat biedt Janicki String Technologies. Dus we begonnen ooit op het testpark met 3 lijnen. Het zijn er inmiddels 6 en lijn 7 wordt gebouwd. Dit is de U-Flash. De U-Flash kan nog niet volledig zijn topsnelheid behalen, maar hij kan al wel worden verbeterd op verschillende vlakken. En dat gebeurt ook. Dus het is niet dat die module alleen maar op de baan rijdt om mooi te wezen. Nee, het wordt daadwerkelijk gebruikt om te kijken van oké, wat kunnen we nu al verbeteren en wat zouden we meer efficiënt kunnen maken. Dit is nagenoeg het volledige gamma-arsenaal van Janicki String Technologies. Alle modules zien we op deze foto in één blik gevangen. En je ziet dat het heel efficiënt is. Modules kunnen gebruik maken van één stringrail, zowel boven als onderlangs. En hoeven dus niet meer op elkaar te wachten, wat bijvoorbeeld treinen van de NS of de Belgische spoorwegen wel moeten doen. Het geluid is ook een zeer belangrijk aspect. Je kunt een module creëren, maar op het moment dat dat je aangeeft dat je milieuvriendelijk wil zijn en dat je het belang van de dieren en de natuur voorop hebt staan, dan ga je natuurlijk automatisch kijken van wat kunnen we doen met het geluid, hoe kunnen we dat reduceren. De modules van Janicki String Technologies produceren plus minus een decibel van 80, maximaal een geluid van 80 decibel, zo zeg ik het correct. Daarnaast is ook de stringrail zelf volledig geïsoleerd. Dus dat betekent dat het geluid geen kant op kan. Het klinkt gek, maar op het moment dat jij de modules voorbij ziet komen,
dan heb je ze pas gedetecteerd op het moment dat je ze ook voorbij je ziet komen. Daarvoor hoor je ze haast niet, omdat het volledig geluidsarm is. Dus dit zorgt er ook voor dat dieren geen schrikreacties meer hoeven te hebben en dat ze rustig in hun leefomgeving kunnen leven. Unisci String Technologies heeft verschillende samenwerkingen. En dit is een van de meer belangrijkere samenwerkingen met het Belgische bedrijf Bekaert. Dus de Belgische participanten onder ons, die zullen het kennen. Maar de Nederlanders, wij kennen het niet. Maar het is een zeer belangrijke stap, want het geeft aan dat ondanks de huidige situatie het Belgische bedrijf nog steeds ervoor zorgt dat Unisci String Technologies kan doorproduceren. En dat ze ook hun testpark in de Emiraten kunnen klaarmaken en ook in Wit-Rusland. Daarnaast hebben ze ook in samenwerking met het Chinese bedrijf Lenovo. Lenovo heeft de datavergaring verzorgd voor verschillende computers, verschillende systemen. Dus we zien dat ze internationaal gezien met de grootste bedrijven een samenwerking hebben. Daarnaast hebben ze ook samenwerking met het Franse bedrijf Dassault Systèmes. En dat is een samenwerking die heb ik hier toevallig niet erbij zitten. Maar dat is een bedrijf wat zeer gerenommeerd is. Een Frans bedrijf is dat. Zij leveren ook systemen voor de luchtvaartindustrie. Denk hierbij aan Airbus Industries. Dus zo zie je dat Unisci zeer serieus wordt genomen. Dassault Systèmes heeft ook een zeer mooi bericht geschreven op hun eigen site over Unisci String Technologies. Dus ja, ik kan alleen maar zeggen, we hebben hier te maken met een gigantische grote start-up bedrijf in wording. Het is al gigantisch groot. En het is een zeer unieke kans waarin wij kunnen deelnemen voor degene die dat wil. En eigenlijk is het heel simpel. De vraag is niet meer van gaat dit er komen, dit gaat er komen. Maar de vraag is echt van, word je mede passagier? Of zeg je van nou, ik wil gaan kijken hoe ik mede eigenaar van dit bedrijf gaat worden. En daarin kun je zelf ook weer bepaalde keuzes maken. Dus die twee vragen zijn er. Maar het gaat komen, het gaat gebeuren. In de Emiraten hebben ze ook inmiddels een volledig draaiend testpark, wat operationeel is. En sinds 2018 zijn ze daar gaan bouwen. Dat is een samenwerking tussen het Sharjah Research Technology and Innovation Park. Het gebouw zien we aan de linkerkant. En wat doet dat testpark? Zij zijn eigenlijk binnen A, B en C, zijn zij B. Unisci String Technologies is A, hij heeft een product. Sharjah Research Technology and Innovation Park heeft de contacten. En die maakt dus de verbinding bij C, zodat de contacten met A in verbinding kunnen komen en dus kunnen ervaren wat Unisci kan bieden. Dus dat is eigenlijk heel simpel samengezegd wat het testpark doet. En het geeft Unisci de kans om haar product aan de wereld te tonen. Nou, inmiddels is de lijn van 400 meter helemaal af. Het houdt de Ecohuis af. Er zijn verschillende andere stations af. En de testbaan van 2,5 kilometer is ook af. Ook in de Emiraten wordt er al getest, zowel op goederen als passagiersvervoer. Nou, er is een speciale module ontworpen op aanvraag van de Emiraten. Het is een zeer luxe module. Ik heb er zelf in mogen rijden. Voelde mezelf even de koning te rijk, maar het is een hele aparte gewaarwording. Maar het geeft mensen een hele goede indruk van wat ze kunnen verwachten. Nou zeggen mensen ook van maar dat is een mini-container. Dat kunnen wij niet serieus nemen. Nou, alle modules die Unisci test, zeker in de testfase, worden 5 keer zwaarder beladen dan noodzakelijk is. En waarom is dat? Dat is om ervoor te zorgen dat de stringrail niet kan knappen. Dat er geen metaalscheurtjes ontstaan. Dat is zodat Unisci String Technologies gewoon kan aangeven. Wij zijn veilig. Alles is getest en alles is zeer stevig en zeer efficiënt in elkaar gezet. Dit gebeurt ook met de nieuwste technologieën. Dus we kijken hier echt naar een zeer vernuftig systeem in wording en wat zijn weerga niet gaat kennen. In de Emiraten heeft Unisci String Technologies ook tal van certificaten. En dit certificaat geeft aan dat de infrastructuur in Sharjah, die nu gebouwd is, dat het veilig is en dat mensen met een gerust hart ermee kunnen reizen van A naar B. Daarnaast hebben ze ook management kwaliteitscertificaten en dat zijn zeer belangrijke certificaten. Dit certificaat geeft aan dat het organisatorisch binnen Unisci String Technologies of USkyTransport Transport allemaal op orde is. De vestiging in Belarus heeft het certificaat ook al en de vestiging in de Emiraten heeft dus nu ook dat certificaat. Het is een iets ouder bericht, maar het is een zeer belangrijk certificaat. Dit soort certificaten geven eigenlijk echt goed aan dat we niet te maken hebben met een malafide organisatie, maar dat je te maken hebt met een zeer goede organisatie. Dat alles op orde is, dat alles correct is. Dus dat geeft echt, dit geeft echt de beste indruk. Daarnaast functioneren ze ook op wetenschappelijk niveau.
En dat zorgt er dus ook voor dat ze echt op een heel ander niveau bezig zijn als dat jij en ik ons kunnen voorstellen. Ze leiden studenten op, ze werken samen met internationale organisaties, want dat is ook de rol van het Sharjah Research Technology and Innovation Park. Die heeft connecties met de University of America. En de University of America heeft weer contacten op haar beurt met universiteiten zoals Oxford, Boston, wereldwijd de grootste, gerenommeerde en bekendste universiteiten. Dus dit geeft echt aan dat we te maken hebben met iets goeds. Het heeft alleen tijd nodig. Dit is Anatoly Yunitskiy die zelf nog komt inspecteren of alles daadwerkelijk klopt. Dit is net voordat de 2,5 kilometer lange stringrail volledig tot hoogte is gehezen, heeft hij alles nog met eigen ogen bekeken. Nou, ook in de Emiraten werken ze met de nieuwste mogelijkheden, met de nieuwste machines, met de nieuwste elektronica om ervoor te zorgen dat de stringrail op efficiëntere manieren gebouwd kan worden. En zoals we hier in de tekst kunnen zien, ook hier werken ze met kant-en-klare producten die in de fabriek al worden voorbereid, zodat ze op de werkplaats of op de locatie zelf alleen maar in elkaar hoeven te schroeven. Klinkt heel simpel, maar zo simpel probeer ik het voor jullie te houden. Maar dat is eigenlijk hoe het in elkaar zit. Nou, dit is de 2,5 kilometer lange testlijn. De intermediate supports zijn al volledig TUV goedgekeurd. En binnen nu en niet al te lange tijd zal ook de stringrail zelf goed worden gekeurd. En zal ook de module als veilig worden vrijgegeven. Dus al met al gebeurt achter de schermen heel veel. Dit is de 2,5 kilometer lange testlijn, lijn 2 is dit. De intermediate supports staan al een aantal jaren. En binnen nu al niet al te lange tijd zal ook de stringrail zelf worden gekoppeld. En zal ook hier de UCONT, of de UNICONT, de container transporter, worden getest, zowel staand als hangend. Als ik het kort moet samenvatten, dan is het transportsysteem CO2-neutraal, innovatief, milieuvriendelijk, het zorgt voor een beter leefklimaat voor mens en natuur. Het is een goedkopere manier om te implementeren en voor ons mens om te reizen van A naar B. Wil je meer informatie hierover, dan verwijs ik je even naar de site www.skyway.capital en daar kun je heel veel informatie over vinden. De updates is altijd een zeer belangrijk aspect binnen de presentatie. Alles is begonnen en in een stroomversnelling gekomen nadat CNN berichtgeving heeft gedaan over ontwikkelingen in Sharjah. Dus sinds dat moment is er op alle continenten nu verslag gedaan over de ontwikkelingen van Yunitskiy String Technologies. Voor de mensen die al wat langer participeren, die kunnen zich ook de negatieve commotie nog herinneren die vanuit de media ten tonele is verspreid. Maar diezelfde media geeft nu aan van, goh, we hebben het destijds bij het verkeerde eind gehad. Dit is wel degelijk een systeem wat het beste is om te implementeren binnen bestaande infrastructuur, dan wel infrastructuur die nog moet worden ontworpen. Dus zo zie je ook dat de media langzamerhand positief wordt. Het heeft alleen tijd nodig, want in het Nederlands zeggen we altijd, wat de boer niet kent, vreet hij niet. Maar zo is het eigenlijk overal. Alles wat nieuw is, daar hebben mensen wat moeite mee om dat tot zich te nemen. En dat is begrijpelijk, maar dit is echt iets wat een antwoord is op een hele hoop vragen. Nou, onlangs is er ook verslag gedaan door een Frans radiostation. En er komen nog steeds start-ups dagelijks kijken op het testpark in de Verenigde Arabische Emiraten. Dus er gebeurt achter de schermen heel veel en het lijkt misschien nergens op. En weer een delegatie en weer een delegatie. Maar dit soort delegaties zorgen voor naamsbekendheid. Dit is koning Letsi III. En koning Letsi III is koning van het koninkrijk Lesotho. En dat land ligt in Afrika, in het zuiden van Afrika. Deelt zijn grenzen met Zuid-Afrika. En zij willen een lijn hebben van hun land naar de stad Durban in Zuid-Afrika. Dus achter de schermen zijn ze wel degelijk bezig om commerciële projecten te gaan starten. Nou, het 15 kilometer lange traject in Dubai is nog steeds in ontwikkeling. We zien het ook nog steeds in de promotiematerialen van de RTA Dubai. Ook Nadessa Kosareva geeft hier uitsluitsel over op de officiële site www.ust.inc. Dus dit alles is een zeer positieve ontwikkeling. Dit is Hussein El Mahmoudi, CEO van het Sharjah Research Technology and Innovation Park. En hij geeft aan, op het moment dat het tot een succesvolle certificering komt op het testpark, zullen wij de eerste drie commerciële trajecten in Sharjah bekendmaken. Nou, achter de schermen zijn ze wel degelijk verder, want dit zijn de commerciële trajecten in Sharjah, hoe dat eruit gaat zien en wat we kunnen verwachten. Zij gaan hiervoor dus ook de nieuwe module, de U-Bus Carrot, gaan ze gebruiken. Dus dat is de groene module. En dit is dan een potentieel traject, hoe dat eruit kan zien.
Nou, dit is Anatoly Nitsky die aangeeft medio 2051 zal het merendeel van het transport voor de openbaar transportsystemen bovenlangs plaatsvinden. Dus op het tweede niveau. Dit is een interview wat hij heeft gegeven in een internationaal tijdschrift. En dit is de sheik van het Emiraat Ras Al Khaimah en die wil ook een aantal trajecten hebben. Daarnaast, naast die commerciële trajecten, zal hier ook de ontwikkeling van Uterra gaan plaatsvinden. Dat is ook een economische free zone, waarbij Unitsky een stuk land heeft kunnen huren. Waarbij ze dus nu de ontwikkeling van Uterra kunnen gaan uitbreiden. Het klopt dat het op het Ecotechnopark op kleinschalige grond heeft plaatsgevonden. Maar het moet nu echt tot een commercieel geheel gevormd gaan worden. En dat gebeurt dus vanuit de Emiraten. En als je eigenlijk zijdelings alles een beetje volgt, dan zie je ook dat landen zoals Zuid-Afrika heel erg veel belangstelling hebben voor de grondverbeteraar in de vorm van de biohumus of de Uterra van Unitsky String Technologies. Nou, dit is Saoedi-Arabië. En Saoedi-Arabië is dus bezig, zoals velen van ons weten, met een gigantisch lange stad van 170 kilometer lang en 200 meter breed. En zij zijn op zoek naar een geschikt transportsysteem. Nou, Virgin Hyperloop heeft inmiddels zijn ontwikkeling tot passagiersvervoer moeten staken. Want het was niet rendabel. Het is ook niet efficiënt om mensen in een vacuüm gezogen buis te verplaatsen van A naar B. Dat kunnen onze lichamen niet aan. Nou, als we nu kijken naar het transportsysteem van Unitsky, dan geeft dat eigenlijk een antwoord op alle vragen die ze vanuit Saoedi-Arabië hebben. Ze zijn voor de tweede keer komen kijken. Achter de schermen gebeurt er gigantisch veel en er zal ook binnen nu en niet al te lange tijd met jullie gedeeld gaan worden. Ook Indonesië is zeer concreet. Indonesië is ook een land wat eerder op het toneel verscheen, maar is wat in de vergetelheid geraakt door vervelende situaties. Maar ze zijn inmiddels zeer concreet, zijn ze terug en ze willen nu een traject hebben van 3 kilometer lang. Van een drukke plek naar een groot winkelcentrum om mensen op een efficiëntere manier van A naar B te vervoeren. Daarnaast willen ze ook kijken naar oplossingen voor de nieuwe hoofdstad die ze aan het bouwen zijn. Nusantara, als ik het goed uitspreek, omdat Jakarta uit zijn voegen barst. Maar Jakarta zinkt ook langzamerhand. Dus ze zijn echt aan het kijken, hoe kunnen wij Unitsky String Technologies op een efficiënte manier implementeren. Dus wij zien hier in Europa misschien niet al te veel van. Als je kijkt naar andere landen, dan zie je dat er gigantisch veel in ontwikkeling is. En dat gebeurt allemaal achter de schermen. Dit is ook een bedrijf wat aangeeft trajecten te willen hebben. En dat willen zij. Dit bedrijf wil een traject naar Spanje halen. Trajecten naar Turkije, Saoedi-Arabië en andere landen. Dus je ziet dat er achter de schermen gigantisch veel gebeurt. En dit soort overeenkomsten zijn nodig om verder te komen. Dus je kunt niet zeggen van nou, ik heb hier een hele grote zak met geld. Wij gaan een traject bouwen. Nee, dat heeft echt tijd nodig. India is ook een voorbeeld. Dit is een bedrijf wat nu ook weer echt serieus is. Dat is eSky Transport. Er is ook een website van. Kun je rustig op googlen. Je kunt deze persoon op LinkedIn vinden. Die zijn dus ook daadwerkelijk serieus. Ook India was eerder op het toneel. Maar is daadwerkelijk nu serieus en zeer concreet. Het is een overeenkomst die is ondertekend tussen Oleg Seretsky van Yuskovery. En voormalig CEO van eSky Transport. Dat is inmiddels Sergei Tarasov. En je ziet hier de persoon uit India die dus samen deze overeenkomst tekenen. Nou, dan hebben we hier een lijst. En dit zijn officiële berichtgevingen vanuit Unitsky String Technologies van landen die een potentieel traject willen hebben. Dus hiermee zijn ze in onderhandeling. Dat zijn Bahrein. Dat is India, maar India kan waarschijnlijk al naar bladzijde 2. Die zometeen gaat komen. Indonesië ook. En Lesotho ook. Nou, die kunnen dus bij de landen waarbij dus officieel concreet trajecten of afspraken zijn gemaakt. Dan hebben we het over de Verenigde Arabische Emiraten, de Verenigde Staten van, Amerika, Rwanda, die is misschien voor een aantal van jullie verrassend, El Salvador en Kazachstan. Dus dit zijn landen. Vele landen, maar dit zijn de landen die zij dus nu concreet aangeven. Een commercieel traject heeft ongeveer 2 jaar nodig, maar dan moet ook alles volledig verlopen naar wens. Maar we weten allemaal, op het moment dat je met overheden zaken moet gaan doen, dat het heel snel kan zijn dat alles
langer gaat duren. Daarnaast kan Unisci String Technologies ook maar één keer de prijs neerleggen. Het is niet zoals de BAM hier in Nederland die aangeeft, nou, wij kunnen dat wel voor 5 miljard. En als we de rit hebben uitgezongen, dan is die 5 miljard is er in één keer 12,5 miljard geworden. Omdat er verborgen kosten naar boven zijn gekomen of inflatie die is gestegen. Nou. Ik noem dat altijd maar heel simpel een broodje aapverhaal. Maar het is inmiddels waar we gewoon mee te maken hebben. Ik kan van alles roepen en van alles vinden. Dat telt niet. Maar Unisci kan dus maar één keer zijn prijs neerleggen. En hij moet het gewoon op een zo dusdanige manier doen. Dat de overheid op dat moment ook daadwerkelijk met hem in zee gaat. In het begin van mijn presentatie gaf ik aan dat ik heel veel werk met augmented reality. Dat zien we op deze foto's ook. Dit zijn bestaande omgevingen, maar wat we hier op de foto zien, de modules zijn dus gedaan met behulp van augmented reality. En waarom doe ik dat? Dit doe ik om mensen en overheden en iedereen die er nieuwsgierig naar is, om ze ervaring te geven hoe dat er in hun eigen omgeving uitziet. Ik ben officieel tester voor AdvaHunter, beta tester ook. En ik werk ook nauw samen met AdvaHunter. Ik werk ook nauw samen met Unisci String Technologies om ervoor te zorgen dat die modules zo waarheidsgetrouw mogelijk gerealiseerd en weergegeven kunnen worden. Dus dit is wat ik doe. Iedereen kan dit uiteindelijk, mocht hij dat willen, zelf. Maar ik zorg dus voor dat jij en ik op een hele laagdrempelige manier kennis kunnen maken met de technologie van de toekomst. Dit is de CEO van Unisci String Technologies. Dit is Nadessa Kosreva, die in verschillende interviews al bijvoorbeeld ook in Forbes aangeeft wat er gaat komen. Nou, ze heeft ook onlangs aangegeven dat ze klaar zijn om de Aziatische markt te kunnen betreden. Maar ze geeft echt dikwijls hele interessante interviews, zoals internationaal gerenommeerde tijdschrift Forbes, wat we kunnen gaan verwachten. Nou, dit is dan de breukentaart, zoals ik hem altijd noem. En dit zijn de vier pijlers van Unisci. We hebben Unisci String Technologies, die zien we rechtsonder, daar hebben we het net over gehad. Uterra, dat is eigenlijk hetgeen wat we kunnen gaan verwachten in de komende periode. Dus daar wordt ook langzamerhand niet de focus naartoe verschoven, maar het wordt wel met jullie gedeeld, zodat jullie ook die ontwikkelingen kunnen doorgaan. We hebben de windenergie en we hebben de ecohuizen. Nou, de andere twee die gaan nog komen. En wat kunnen we dan verwachten na stage 15? Dat zien we op deze sheet. Nou ja, Uterra is dus een product wat nu is gelanceerd. Dus dat gaan we nu langzamerhand krijgen. En daarna gaan we U-House en verschillende andere aspecten gaan we krijgen. En nu zullen jullie misschien jezelf afvragen, ja maar hou eens even. Het stageplan is niet gesloten en ze komen nu met deze product. Nou, het product dat ze nu Uterra lanceren, dat is iets wat internationaal gezien moet. Daarom zeg ik van, als je het nieuws een beetje volgt en je kijkt naar de ontwikkelingen, dan kunnen ze nu niet anders dan dat ze dat nu vorm gaan geven. Dan zullen mensen ook zeggen, ja maar het is op het Ecotechnopark in Wit-Rusland ontwikkeld en het wordt nu in de Emiraten commercieel gemaakt en daar moeten wij dan weer opnieuw. Zouden we dan weer opnieuw in moeten participeren? Nou, niks moet. Ik dwing jullie tot niks. Maar ik ga jullie wel proberen uit te leggen waarom dat is. Het is inderdaad op het Ecotechnopark kleinschalig getest en ontwikkeld. Maar het moet nu naar een niveau van wereldformaat. En daarvoor hebben ze dus nu opnieuw een crowdfunding geopend. Waarin jij en ik eventueel de keuze kunnen maken om er wel of niet iets mee te doen. Maar degenen die hier wel mee iets wel meedoen, die kunnen dus ook andere inkomsten op de mid-korte termijn terugverwachten. Dus dit staat buiten de ontwikkeling van Unisci String Technologies. Ik realiseer me ook dat het voor mensen heel verwarrend is, want die geven aan, ja maar ons is gezegd dat alles wat op het Ecotechnopark in Wit-Rusland wordt gecreëerd, dat binnen ons, binnen hetgeen bevat wat wij bezitten, dat is correct. En ik probeer er dus ook binnen nu en de komende weken ervoor te zorgen dat alle informatie ook zo helder mogelijk met jullie gedeeld gaat worden, want ik kan me dat ook voorstellen. Maar ze hebben er dus voor gekozen om het te commercieel te maken en om het te vergroten en daarvoor ook een aparte crowdfunding te realiseren. Zorgt dit ervoor dat de ontwikkeling van Unisci String Technologies vertraging oploopt? Mijn inziens niet. Het biedt alleen maar een keuzemogelijkheid voor mensen die misschien iets extra's willen of niet iets extra's willen. Dus je hebt altijd de keuze of het een of het ander of het allebei. Dat moet je voor jezelf, moeten vind ik een rot woord, maar dat kun je voor jezelf beoordelen en bepalen. Nou ja,
Uterra zit nu in ronde 2, dus dat betekent dat iedereen die partner is van SkyWorld Community hier zelf nu de vrije keuze in heeft om erin te participeren. Ik denk dat het iets unieks is, ook omdat dat dit een product is wat wereldwijd echt geïmplementeerd en geïntegreerd gaat worden. En ja, dit is een hele veilige manier om er iets mee te doen. Je bent hier niet afhankelijk van brokers, zoals bij de Giro bijvoorbeeld, of Bing Bank, of noem maar iets. Maar je bepaalt zelf wat je hier wel of niet meedoet. Dus dat maakt het veilig. Ik denk dat het een fantastisch product is. Ik wil het ook zelf zeker gaan testen. Omdat het echt iets is wat baanbrekend is, maar wat er ook voor zorgt dat onze aarde een stukje beter gaat worden. Dit zijn alle informatiekanalen die je zou kunnen raadplegen, mocht je dat willen. Waarbij je ook alles kunt volgen. Er zijn officiële kanalen in mijn volgende webinar die ik ga geven, zal ook deze sheet bij worden gewerkt met QR-codes. Dus dat betekent dat jullie vanuit jullie schermpje interactief kunnen worden met mij en dus ook direct jezelf kunnen abonneren op een van deze groepen. En dit is Smart World Community en ik vind het wel even belangrijk om met jullie te delen. Smart World Community is een platform wat educatief geënt is. En dat zorgt ervoor dat jullie op een laagdrempelige manier, indien gewenst of indien jullie dat willen uiteraard, kennis kunnen opdoen van alles wat er gebeurt. We gaan naar een nieuwe fase toe. We verlaten het industriële tijdperk en we komen langzamerhand in een ander soort economie. En wat heeft SkyWorld Community geprobeerd? Die hebben geprobeerd dusdanige pakketten samen te stellen, zodat het voor jullie op een laagdrempelige manier ook zichtbaar is en volgbaar is, zodat we de verandering ook kunnen begrijpen en waarom dingen soms langer de tijd nodig hebben en soms moeten veranderen om ook weer op een ander punt uit te komen. Het is een gratis product. Je kunt er inloggen met je huidige inloggegevens. Maar maak er vrijblijvend gebruik van. Kijk er eens een keer rond. En beoordeel zelf of het dan iets is of dan dat het niets is. Maar begin nu niet al te van de hoogste daken te roepen van ja, maar dit is niks. En dit is ook maar weer iets om tijd in te kopen. Want dat is niet. Er komt een verandering aan. En het enige wat je met die verandering kunt doen is jezelf op een zo goed en zo kwaad mogelijke manier een beetje kennis mee opdoen. Zodat je alles kunt begrijpen van wat er gaat komen. Dit zijn de contactgegevens van Nettie Sommers en mij. Mocht je vragen hebben, dan kun je ons nagenoeg 24 uur per dag, 24/7 bereiken. Heb je een vraag waar je niet mee uitkomt, problemen in je account, dan zijn we ervoor. We zijn er niet voor om vragen te beantwoorden. Maar ik ben in 2016 ingestapt en hoe staat het er nu voor? We geven een hele hoop webinars. Een hele hoop presentaties, ook met mijn Belgische collega's Christian van der Vijver. Kaat Jacobs doet het af en toe ook in het Nederlands, maar voornamelijk in het Engels. Om ervoor te zorgen dat jullie alle informatie tot jullie kunnen krijgen. Soms zal de informatie niet correct zijn. Dat moet je dan ook gewoon aangeven. Want het zijn verbeterpunten en dat zijn punten die wij weer kunnen meenemen in onze toekomstige presentaties. Maar heb je problemen, heb je vragen, wij zijn er voor jullie om alle vragen zo goed en zo kwaad mogelijk te beantwoorden. En dus ook om het probleem op te lossen. Ik ben hiermee aan het einde gekomen van mijn presentatie en ik wil jullie ontzettend danken voor jullie tijd, aandacht en energie. En dan heb ik nog een paar kleine mededelingen. In België geven Christian, Kaat, Herman Vertes en ik op 29 oktober een offline meeting in Sint-Niklaas. Ik ga de uitnodiging volgende week in oktober, aanstaande maandag, met jullie delen. Kom eigenlijk gewoon. Doe er je voordeel mee. Blijf niet op een negatief stuk hangen. Dat is echt zonde van de tijd. Maar kom, het is vrijblijvend. En het is gewoon fantastisch om gewoon eigenlijk zo'n meeting mee te maken. En om jezelf van de laatste updates te kunnen voorzien. Zodat je het ook kunt volgen. Dan hebben we ook een presentatie die we gaan geven in oktober in Nederland. Dat zal in het Brabantse Berlicum zijn. Ook deze informatie ga ik volgende week aanstaande maandag, de uitnodiging hiervan, met jullie delen. En ook voor de Nederlandse participanten, kom. Het is echt belangrijk. We gaan naar een eindfase toe. Het is belangrijk om te komen, want we delen niet alle informatie in webinars die we op offline events wel met jullie delen. En dat is omdat we op offline events iets meer de tijd hebben om dit met jullie te delen. Ik heb in deze presentatie maar een uur. Dus ik moet heel veel praten om het allemaal gedaan te krijgen.
Maar ook voor de saamhorigheid. We delen een fantastische, eigenlijk een fantastisch product. We ondersteunen een fantastisch bedrijf. Dus ja, waarom zou je negatief blijven over iets wat er gaat komen? En wat we eigenlijk gigantisch hard nodig hebben. Dus ik hoop jullie ook op beide offline events te mogen verwelkomen. En dat we gewoon een fantastische middag en fantastische avond met elkaar kunnen gaan realiseren. Goed, ik ben uitgesproken. Ik heb alles gezegd wat ik met jullie wilde delen. Natuurlijk lang niet alles, maar ik moet me aan de tijd houden. Ik wens jullie een hele mooie fijne avond. Alvast een fijn weekend en zorg goed voor jullie zelf. Dankjewel voor jullie aanwezigheid.